Hallo mensen van de Gamekanaal. We gaan vandaag weer verder met Zware Regen, aflevering 3. En naar het tragische einde van episode 2 gaan we naar verder. We gaan naar een laadscherm. Dat is best wel triest. Oh, oeh. Sony Computer Entertainment. Het regent. Een vrouw. Nog een man. A Quantonic Dream Production. Het regent. Zware regen. Auto hier. Pascal Langdale heeft deze straat ontworpen. Zoals je kan zien rijdt er een auto door Pascal. Jacques Anlise heeft deze straat ontworpen. Je kan het zien aan de parasols. Sam Douglas heeft een hekel aan kinderen die door de regen spatteren. Het scherm werd te vies van. Leon Okkend gaat maar één kant op, want de politie loopt daar en iemand loopt samen onder een paraplu. Geen naam heeft deze straat ontworpen. Oh nee, zware regen. Kijk uit, een bord. Kijk uit, een vrouw. En politieagenten. Oude vrouw, Aurelie de Penkel heeft een blauwe auto. Mike Powers zit altijd op zijn veranda. Exhuges producten Culemen de Frontemunner maakt de salto. Charlie Scouter houdt volgens mij van basketbal. Sheen Productions Scott Johnson heeft een hekel aan Sheriff Lamont heeft een zwarte Christopher Brusrooks rijdt door Brusrooks. Thierry Promodeur moet janken. Clement Coster, weet ik niet. Jamie Muller houdt van schommels. Xavier Despans is Frans, denk ik. Oh my god, ik word echt moe van al dit gevoel. Juan Marzone heeft een hekel aan regen. Iedereen is het van zijn hoe weet je dat, Gijs? Dat weet ik niet, dat verzin ik gewoon ter plekke. Sophie Buller is aangehouden door de politie. En Jérôme Vuitton heeft de trein. Oh god, non de draaimolen. Ik ben echt nu al moe. En we moeten nog heel deze let's play gaan doen. Even een gaap, jongens. Zo. Ah, let's go. Hey, ho. Let's go. Tijd voor zware regen. 2 jaar later. Wonen wij in de regen? Steve Knibbelu. Knibbelu, wat een rotnaam heb je dan. Eerst kijken, wat moeten we doen? Caroline Marshall. Hoe ga je scheren? Oh, daar komt mijn kind. In de regen. Hoi Sean. Hoi pap. Oh, Sean is lekker vrolijk. Gezellig, gezellig. Ja, pap, leuk dat je me komt ophalen. Fuck you, kind. Moet ik hierin stappen of is het een... het is een auto aan de andere kant van het stuur. Je weet het nooit, hè? Why the fuck ga ik... Armen over elkaar. Deur open. Deur open. Hehe. Plankgras. Plankgras. Fucker. Wie heeft een gordel nodig? Dat is onzin. Gordels kunnen op zich wel handig zijn. Als ik nu in een ongeluk kom, hè. Ik ging zo hard lachen. Ik heb mijn spiegel niet gekeken. Ik heb geen gordel aangedaan. Iedere auto die me nu zou rammen, zou ik zoals op zijn GTA's... Wiii, door de vooruit vliegen. Nou, zo te zien hebben we het overleefd. Tenzij er nu ineens een auto van een zijstraat komt en die ramt mij frontaal, maar... Oh, mooi appartement. Van, wat voor huis hadden we ook weer? Bijna een villa naar een... sloeber appartement, dat is een mooi woord hiervoor. Het is niet dat ik iets tegen mensen heb die zo leven, maar... Ik vind het wel grappig voor nu. Oh, hey, die cartoon. Die ziet er best episch uit. Kom, we gaan cartoons... Oh, een lijst.
Wat moet Sean allemaal doen? Sean heeft zijn huiswerk nog niet gedaan. Komt goed. Ik heb het opgeschreven op het bord in de keuken, zodat ik het niet zou vergeten. Oké, kijk. 4:30, tijd voor een snack. Hoe laat is het nu? Oh, het is al lang over 4:30. Snack. Snacktijd. Sean, snack. Tussendoor. Voor een klein hapje. Heb je honger? Best wel, een beetje. Oké. Eens kijken wat er in de keuken te vinden is. Fuck de koelkast. Hier, je krijgt een mandarijn. Gezond. Fruit is gezond, Sean. Eet je mandarijn. Ik ga mooi in beeld staan. Sean, hier. Hier, Sean. Een tussendoortje. Oh, het is een appel, wat? Sean, we gaan samen tv kijken. Spannend. Vinden jullie dit ook niet het meest geweldigste programma ooit? Schatrover. Oké, ik heb genoeg gehad. Dit programma is saai. Sean, eet je appel op. Eerst kijken, hoe laat is het? Het is tijd 5:00. Oh shit, wat gaat de tijd snel. Dat is een muur. Eens kijken, wat moet Sean allemaal nog hebben gedaan? 6:00 is homework. Oké. Om 6:00 gaan we huiswerk maken. Dus we hebben nog een uurtje op de bank. We kunnen nog een uurtje tv kijken. What the fuck ga je doen, Sean? Sean. Laat je vader in de kamer. Doe die deur open. Jongeman. Ik ga wel de garage in. Ik ga wel mannen dingen doen. De wasmachine aanzetten. Een teddybeer. Koetje koetje koe. Een teddy motherfucking beer. Waarom heeft hij geen lokale wekker of zo? Iets van een horloge wat je kan kijken. Oh. We gaan dus een huistoer weer doen. Zullen we dan even samen een spelletje doen? Ik kijk liever tv. Fuck jou dan, Sean. Hoe gaat het op school? Is je juffrouw aan? Alles is prima, pa. Fuck jou dan. Zo. Zullen we even kletsen? Waarover dan? Ik weet niet, over jou, je vrienden. Hoe alles gaat. Hé, de panda is vet. Niets te melden. Fuck jou dan, Sean. Het chagrijnige kind. Sean, ga je nu je huiswerk doen? Atoe, pap. Mag ik nog even tv kijken? We doen het later wel, oké? Oké, ik kom straks wel weer terug. Ik ga wel heel zenuwachtig door het huis lopen. Zo. Ik ga eens kijken wat we boven allemaal hebben. In dit mega villa appartement deluxe. Ja, Oh, with my hair. Oh, wat fuck ga jij doen? Het lijkt echt op een soort hele slechte Sims dit. Schijten. No, ik wil niet plassen. Oh, dit is de minigame, de brandweergame. Dat zou echt zo slecht. Hey! Een scheerapparaat. Ja, daar gaat de baard. Nee! Handen wassen. Dat kan ook. Ik was toch eerder voor het scheerapparaat, was mijn planning, maar... Of jij dat wil? Jouw feestje is dit, gast. Wat hebben we hier? Dit is de tipi-hut. Oeh, oh, wat leuk. Oh, wat heeft hij hier? Oh, oei. Dit is pittig ongemakkelijk. Oké, die tekening hebben wij nooit gezien. Doe het gordijn wel dicht. Stalkmodus activeer. Zo. Eens kijken, wat hebben we allemaal nog? Kunnen wij nog hier iets? Het is nog vroeg. Er is straks nog tijd voor het huiswerk. Ja, fuck the rules. Tijd voor huiswerk, stom. Ga maar even op bed zitten, je bent moe. Depressief. En het is weer tijd om naar beneden te gaan.
Oh, hé, wat hebben we hier? Oh my god, hij is verkouden! Oh, snel medicijn halen! Grace heeft Sean dit weekend. Het lijkt erop dat hij niet kan wachten om terug bij zijn moeder te zijn. Dan hebben wij toch iets verkeerd gedaan, gast? Oh, wat... Hey, dit is een tekening! Dit is een tekening die we hebben gemaakt! Uit deel 1! En 2! Hij is er nog gewoon! Yes! Schuif de stoel maar even aan. Ja, doe maar. Ga even beneden feest vieren door huiswerk te maken. Oh nee, we moesten iets van medicijn of zo pakken. Oh, hey, er is licht. Wat werkt deze camera lekker fijn en soepel. Klik. Alle lampen. Oh, wow, hey, we kunnen eindelijk zien wat we hier te doen hebben. What the fuck? Oh, hè. Hey, waar is het medicijnkastje? Je hebt toch altijd op de... What the fuck? Ik vraag me echt af waar hij het medicijnkastje aan heeft. Volgens mij hebben we voor dat kind wat medicijn nodig. Anders laat ze niet zo'n zoom in op zijn... zien. Nou, de Eep is huis, man. We gaan eens kijken hoe laat het is. Sean, ben je ziek? Wil je je avondeten al? Nee, dank je. Ik heb nog geen honger. Fuck jou dan, Sean. Ik ga wel zenuwachtig. Je bent verkouden aan het worden. Ja. Ik ga eens kijken of ik medicijnen voor je kan vinden. Huiswerk. Sean, ga je nu je huiswerk doen? Atoe, pap. Mag ik nog even tv kijken? We doen het later wel, oké? Nee. Ik vind dat we het gewoon meteen moeten doen. Dan is het straks... Je bent al lang over het schema heen. Dus pak je tas en ga in de keuken zitten. Ga ik wat licht aan doen. Ik help. Zo. Ga ik een ondervraging houden. 7 uur hebben we eigenlijk al avondeten. Dus je moet even binnen een half uur even je huiswerk maken, gast. Hé, hey, hier werd het... Kom, goed zo, Sean. Ik ga je helpen. Ik ga jou helpen met wiskunde. Dat is mijn slechtste vak. Kom op, hup. Ik ga wel hier zenuwachtig staan in de keuken. Op je gemak voelen, hè. Niet raar kijken, dus... Oh, hey. Ja, zo, we gaan Sean helpen. Sean, je kunt het. Hup, Sean. Hup, Sean. Hup, Sean. Hup, Sean. Hup. Hup. Hup, Sean. Hup. Het is... Oh, wow. Hey, die cartoon is wel vet op tv. Hij heeft smaak, Sean. Oké, dit is weer genoeg. Ik heb er geen zin meer in. Sean, zoek het maar uit. Je roept maar als je hulp nodig hebt, hè. Hij ruimt god non de juist een appel niet eens op. Wat een... Wat? Waarom kan ik die appel niet pakken? Dat is de gat. Gadverdamme. We gaan even medicijnen nog. Een poging tot nieuwe medicijnen zoeken. Oh, schiet op, gast. Ik dacht volgens mij wat. Pap, ik ben klaar. Mag ik tv kijken? Ja. Dude, ik zeg ja. God, nog niet. Moet ik helemaal naar beneden lopen? Sean, heb geduld, jongen. Wat ga je doen, Sean? Zo. Laat me zien dan. Dat is fout. Best goed. Je bent inderdaad klaar. Hop, ga maar. Kom op, je kunt het, Sean. Hier. We hebben genoeg huiswerk gedaan. Het was al bijna bedtijd voor Sean. Het is, avondetijd. Tijd, Sean. Je wil vast wel eten. Het is etenstijd. Ik moet iets voor Sean klaarmaken. Dan breken we even de koelkast open. Wat hebben we nu? Bier. Drinken. Atten. Ja. Yeah. In een game doe je dit gewoon, hoppa. Gewoon openbaar bier drinken in je huis. More beer.
Oké, nou hebben we er genoeg van. Nou krijgen we los aan, denk ik. Het is een bier gewoon... Nou, het kan, maar... Nou mensen, dit was het weer voor vandaag. We waren huisman Gijs. Doe een duimpje omhoog als je de aflevering leuk vond. Laat een leuke reactie achter over... hoe jij denkt dat het verhaal verder zou gaan. Laat wat tips of dingen achter die ik moet doen. Geen spoilers. Ik haat spoilers. Ik heb hem wel een keer uitgespeeld, maar niet helemaal. Dus ik weet, sommige dingen weet ik nog niet hoe die gaan gebeuren. En heel veel dingen ben ik vergeten omdat het spel in 2010 is uitgekomen. En ik zie jullie in de volgende aflevering.